wil je vertellen hoe ze de bal vast moet pakken? Eerst zonder bal, dan via mij en daarna met bal. Ik zou zeggen. Niet helemaal dicht. Zo, kan ik even. Ja? Stop! Heb je nagedacht dat zij kleinere handen hebben? Dan wordt het iets anders. Dus we moeten voornamelijk uit het kind denken. Maar maak hem af en dan zeg je schieten als jij tevreden bent. En schiet zij hem voor je. Misschien schiet ze wel op alle manieren binnen. Nou, dat is super tof. Ja, zeker vast, hè? En een bal is het de bal niet meer aan te halen. Maar daar gaat het voor mij. Ja? Schiet hem maar. Wil je ze helpen op het moment dat ze even vastpakken? Ja, dat is logisch voor. Ik zag jouw duim, of zeg maar haar duim nu, net wat meer naar elkaar toe, meer naar beneden. Wil je dat? Of niet? Ja, zo schiet ik wel. Ja, maar hoe was de groep? Hij was het wel met me eens en Peter is erbij gekomen. Zo. Zo? Of? Nog meer naar de zijkant? Oké, iets meer naar elkaar. Dus minder de duimen zo. Ja. Maar, het leuke is dat je... Ja. Zijkant van de bal. Oké. Dus handen echt aan de zijkant en dan de duimen. Oké. Ik ga even achter je staan, dan ga ik even kijken. Ja, oké, nou schiet hem af. Nee, ik zoek nog het verlossende doelpunt eigenlijk. Komt hij even. Mijn naam. Overtuigend. Dus je ziet wat meer onder de bal. Kun je vertellen waarom? Ja, Emma! Nou, dan krijg je hem omhoog. Lekker. Kregen zij hem niet omhoog? Ja, wel. Ik bedoel het niet lullig, maar... Nou, misschien wel meer met een boogje of zo, ik weet niet. Maar zo schiet ik zelf, dus. Laat eens zien hoe je schiet. Verlossend doelpunt, maar het gaat erom dat hij hem niet maakt uiteindelijk, maar... Ja, je moet van mij aan het schieten. Dus. Ja, nee, dat is goed. Maar uiteindelijk schiet je hem er niet helemaal onder. Je houdt hem gewoon hoog weg en daardoor ga je hem wat meer eronder. Maar hou hem nu eens voor je neus. Houdt hij hem er nu onder? Ja, maar ik heb grotere handen. Nee, ja, maar hou hem nu eens hoger. Hou hem nu eens hoger. De bal boven je hoofd, wat je net deed. Dus als je hem boven je hoofd gaat houden, hou je hem automatisch iets anders vast dan voor je neus. Ja. Dus omdat je heel hoog schiet, heeft dat daar dus mee te maken. Dus je dus... Zo? Hoe? Nee. Zo? Ja. Zo. Vind je niet dat ze te dicht bij elkaar staan? Nee. Schiet op. Ja! Ja, mooi. Je handen tegen elkaar, ik probeer het even zonder voorbeeld. Ik weet dat voorbeelden veel beter werken, maar ik ga het gewoon niet eens vertellen. Handen tegen elkaar. Handen tegen elkaar. Ja, vingers die wijzen naar de wolken. Doe je vingers een beetje spreiden. Ja. En je probeert ze zo ver mogelijk te spreiden. Spreiden, handen tegen elkaar. Wat voel je? Spanning. Wil je gespannen, schieten of ontspannen? Dus je doet je vingers maar een klein beetje terug. Ja? Je houdt ze rechtop. Je trekt je iets uit elkaar. En de vingertoppen komen los. Ja. Dan zie je dat je vingers een beetje krom gaan lopen. Je doet die bal ertussen. En je houdt een beetje aan de zijkant. En dan ben ik helemaal met ze eens. Het gevaar is, als je te veel aan de zijkant zit, dat je dit krijgt. En ik hou hem even vast zo. En we draaien even een rondje. En nu, in de duim heb je nodig voor de kracht. En hier heeft ze bijna geen kracht. Want de duimen, die zitten te veel aan de zijkant. Iets naar binnen. En dat is het leuke, dat heb ik toch bij de meeste gewoon gezien. En wat mij betreft zit je allemaal wel aardig op één lijn.
Maar het feit dat je over na moet denken, dan ga je misschien weer twijfelen. Maar het zijn maar hele kleine stukjes. Sommige maar een paar centimeter anders dan de andere. Je duim is schuin omhoog. En rustig aan, bal voor je neus. Kijk naar de korf en rustig schieten. Ja. Allemaal? Alleen maar. En ik zie nog een aantal dingen, maar die komen straks. We gaan het op deze manier doen. Hou je de bal aan de zijkant, vingers omhoog. Zo, vingers schuin omhoog. Ja, nog een keer. Keurig. En dan doen we hem nog één keer. En dit kun je vaak zien. Bij F'jes, welpen. Die beginnen hier. Oh, hou hem vast. Hey, die beginnen hier. Trekken ze naar ze toe. En dan gaan ze weer schieten. Dus deze. En je moet rustig schieten. Nou, dat is alles natuurlijk, maar behalve rustig. Hè. Rustig schieten. En doe jij nu eens je handen zo. En je duimen naar beneden. Doe je duimen dan maar naar beneden. Je handen blijven zo staan. Ja. En dan kom je pols los. Even de handpalm hier. Of je krijgt een hele rare beweging hier in de pols, dat je dat zo ziet. Dat is overdreven, maar ze doet het wel goed voor. Of je gaat die elleboog naar buiten. En dan ben je net een kip. Dus je zou kunnen, ja, de term kip kunnen zeggen, nou, dat weet ze genoeg. En je schiet te veel met de vingertoppen. En met een klein beetje gladde bal, kan ze wel niet meer vastpakken. En pak hem eens met je hele hand. Ja, zoals ik hem. Ja. Nog een keer even goed vastpakken. En in principe heeft ze veel beter. Ja, dus heel ontspannen, rustig schieten en nog een keertje. Nog één keertje binnen schieten alsjeblieft. Heel netjes. En wat jij heel goed doet, en dat ga ik benoemen, je bent heel rustig. En als je rustig bent kun je veel meer, omdat je heel veel doet. Ja.